Vrienden, ik neem jullie even mee naar een plek, dat is een uur rijden boven Sevilla, hè, Spanje, ja. En daar is een opvangplek voor paarden, voor, ja, en dat heet Paard in Nood Spanje, ja. En daar worden paarden opgevangen die zijn mishandeld of verwaarloosd, of die zijn gewond geraakt. En ja, die kunnen dan eigenlijk niet meer herplaatst worden. Er is geen plek meer voor. En die kunnen daar een heerlijk nieuw leven beginnen. En dat wordt allemaal gedaan door deze mevrouw. Kijk naar haar. Dit is Laura Hoitsema. En Laura, die is dat een jaar of 12 ongeveer, is ze dat begonnen. En ja, geloof het of niet, Jut, die heeft haar gezien op Facebook. Ja, hier onderin zie je het kanaal van Laura, waar je haar kan vinden. Ja, en Jut, die zei tegen mij, ik ga daar naartoe. En kijk hier, Jut is er geweest. Jut heeft het met eigen ogen allemaal gezien. En is daar ook gaan helpen, vrienden, ja. Is gewoon poep gaan scheppen, noem het maar op. Net als al die vrijwilligers, en die zie je hier allemaal, die komen daar ook dag in dag uit om te helpen. Nou ja, vrienden, luister goed. Ik ben een dierenvriend, Jut, en jullie ook, want ik weet dat er velen onder jullie zijn. Nou ja, dit kan je gewoon niet laten. Ja, dit moet je raken, vrienden. Ja, mensen die met zoveel passie daar midden in Spanje bezig zijn om die dieren te helpen. Ik zou zeggen, ga eventjes hier, doe even een klikje hier beneden en maak gewoon iets over. Maakt niet uit wat je doet, al doe je 1 euro allemaal geweldig. Gaat om het idee en help gewoon deze stichting Paard in Nood, Spanje.